hobby's zijn voetbal, padel, skiën en ja, echt heel leuke sporten, moet je ook eens doen. Waar ik later wil wonen, ja, misschien in ronde huizen, meteorieten, dat zou ook wel leuk zijn, een meteorieten ook. Oh, ja. Wat dat binnen 10 of 20 jaar zou gebeuren, daar denk ik dat er meteorieten, dat we daar kunnen wonen, ook in ronde huizen. Zoals ik al zei, ja, dat de lucht wel vuil gaat zijn. Een tijdcapsule, wat ik daar wil insteken, een wereldkaart denk ik. Zodat ze zien hoe dat, ja, de werelddelen en de landen aan elkaar nog hangen. Want ik denk dat binnen 10 à 20 jaar dat uit elkaar en veel water gaat overstromen en zo. Dat er niet meer veel land over is. Ja, en ook een krant zal ik erin steken van vandaag, zou ik ook doen. En muntjes. Dat zou het zijn. Bedankt om te kijken. Dada. Hey, mijn naam is Oscar. Ik zit hier in een boom op de zonnevlier. Normaal mag dat niet. Maar ja. Voor een groepswerk worden er soms wel uitzonderingen gemaakt. Op deze school heb ik echt wel veel vrienden. Denk maar aan Ruben, Arno, Luca, Tibe, Keamo, Fleur, Zita, Shanne, Lena, Emily. Het zijn er echt veel. Maar ja, thuis loopt het ook goed natuurlijk. Ik heb heel veel kippen, waaronder Hillary en Orly. Ik heb ook 3 konijnen. Poepoe, Lulu en Chouchou. Poepoe, dat is niet van de kaka, nee. Vele mensen denken dat, maar het heeft dus een andere betekenis. Van Raymond Poulidor, de wereldberoemde wielrenner ooit. En ja, dat is ook mijn passie. Wielrennen, karate en drummen. Dat zijn mijn hobby's en dat is ook echt geweldig als je dat dan kunt oefenen. Maar ja, ik woon op dit moment in Oost-Vlaanderen. En later zou ik mij graag een huis ergens helemaal anders. Buiten, weg van andere mensen, gewoon... Dat ik soms gewoon... En alles staat stil. Maar ik zal eens bij Fleur gaan in mijn klas. Dag Fleur. Jij zit in mijn klas, hè. En hoe vind jij het hier op school? Ik ook. We delen dus dezelfde mening. Het is misschien raar om te zeggen, maar ik zit hier op school en ik ben een van de kleinste. Sommige mensen uit het eerste leerjaar zijn groter dan mij. En ik zit in het zesde. Maar ik vind dat niet zo erg. Ik ben er misschien zelfs blij om. Klein zijn heeft ook zijn voordelen. Salut! Hallo, ik ben Robin, ik ben 12 jaar en ik ga momenteel naar de basisschool De Zonnevlier. Mijn hobby's zijn basket, dus mijn 7e jaar en waarschijnlijk ook mijn laatste jaar. Als ik een tijdcapsule moest vullen, zou ik er zeker mijn gsm in steken. Binnen 20 jaar of zo denk ik dat de wereld er wel helemaal anders gaat uitzien, maar ik bedoel wel positief. Misschien wel geen auto's meer, maar ja, dat kan iets nieuws worden uitgevoerd of zo, hè. Ik zit op school De Zonnevlier. Zoals jullie kunnen zien, zit ik in een boom. Maar ik doe dat af en toe als de juf en meester niet kijken. Nu meer over mij. Ik doe heel graag boskaats. Dat is ook mijn sport dat ik doe. En ik teken super graag. Maar ik zit ook onder andere nog op mijn iPad. En ik kijk graag naar tv. Later zou ik ook graag architect worden. Vandaar teken ik super graag. Mijn perfecte huis, dat zou eigenlijk... Ah, ik weet het. Dat zou perfect op de maan kunnen staan. Er zijn al een paar mensen naar de maan gegaan. Maar niemand kan erop wonen. Ze zijn ook aan het testen of er plantjes op de maan kunnen groeien. Maar dat weten we dus nog niet. Dus ik zou eigenlijk graag mijn huisje op de maan willen. Ik zou graag in mijn tijdcapsule steken een Nintendo Switch. Omdat ik daar super vaak op speel met mijn 2 broers, Daan en Bert. Dat is een tweeling. Dus ik zou dat graag daarop in mijn tijdcapsule steken. Voilà, dat was mijn leven. En doei! Ik ben Lena, ik ben 11 jaar en ik zit in het 6e leerjaar in De Zonnevlier. In De Zonnevlier maken wij heel veel vrienden. Mijn hobby's zijn basket, drum en toneel. En met mijn toneel wil ik ook bereiken later om... voor de radio en de televisie te werken. En wat ik zeker in mijn tijdcapsule wil, is een tablet, een gsm en de drumstokken wat ik van Robin heb gekregen als mijn beste vriend. En waarom dat ik die drumstokken er ook wel in wil, dat is omdat dat
wel redelijk veel voor mij betekent, omdat ik dat een leuk souveniertje vond. En waarom dat de gsm en de tablet, om te zien hoe dat, hoe dat in hun tijd is. En dan kunnen ze dat vergelijken. En ook wel grappig is als ze zo zeggen van, wel zo klein, maar dan uiteindelijk is het veel geld waard. Ik zit in het zesde leer van de zonnevlier en ik ben 11 jaar oud. Ik wil heel graag architect worden en daarom ga ik volgend jaar naar Sint Paulus herzelen. In een tijdcapsule, dat wil ik eigenlijk wel eens maken, zou ik heel graag een paar schriften steken en een paar boeken die ik heel leuk vind. Ook een brief en een paar muntstukken, denk ik. Ik hoop ook dat de wereld er binnen 20 jaar veel leuker zal uitzien, want nu is het heel erg met de klimaatopwarming en ik hoop ook dat er goede vrede is. Ik ben Fleur en ik zit op school in de Zonnevlier. Ik ben 11 jaar en word bijna 12. En ik, ik denk dat de wereld er binnen 10 of 20 jaar heel anders uit gaat zien. Dat je bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld een reis gaat kunnen boeken naar de maan. En ik steek een Nintendo Switch in deze tijdscapsule omdat ik er bijna elke dag op speel. En omdat... omdat jullie dan kunnen zien hoe dat de Nintendo Switch vroeger was en misschien hebben jullie nu al nieuwe Nintendo's. Mijn hobby's zijn atletiek mijn vrienden zijn Robin en Lena, mijn beste vrienden. En we hebben ook een soort van clubhuis. Hallo iedereen, mijn naam is Keanu. Ik ben hier op de gemeenteschool De Zonnevlier. Ik ben 12 jaar. Ik heb huisdieren namelijk, een hond, een schildpad en een konijn. Mijn hond heet Cujo, mijn schildpad die heet Koopa en mijn konijn heet Fluffy. En ik heb ook hobby's, karate en YouTube. En ik hoop dat ze in de toekomst het milieu gaan veranderen. En wat ik ook denk is dat ze waarschijnlijk robots er gaan in doen die gewoon alles voor je doen. Je was, gewoon echt alles. Je auto opstarten, misschien zelfs nog vliegende auto's. En in mijn tijdcapsule steek ik mijn Nintendo Switch. Ik ben er namelijk zeer verslaafd aan om te gamen. Veel te veel van al mijn games. Maar ja, ik steek het nu in de tijdcapsule omdat ik vind het wel speciaal. Ik heb twee zussen en één broer. Mijn twee zussen heten Kelly en Shawnee en mijn broer heet Kenzo. Ik ga vandaag wat meer vertellen over mezelf en over de tijdcapsule. Ik ben dus Shanne, ik ben 12 jaar oud en zit op deze school, De Zonnevlier. En mijn hobby's zijn dansen en zingen. En ik heb de allerbeste vrienden Emily, Fleur en Lena. En ik heb ook een toffe familie en zo. En ik kijk heel erg uit naar de zomer. Samen met Emily op kamp en op reis. En nu wat meer over de tijdcapsule. Wat ik in een tijdcapsule zou steken, zijn allemaal herinneringen en foto's. Een knuffel, een krant en ik denk een muntstuk. En ja, dat was het toch een beetje. Ik ben Zita. Mijn hobby's zijn dansen en in boeken foto's plakken en zo. Wat ik later wil worden, dat weet ik nog niet. Maar ik wil wel graag naar het buitenland verhuizen om daar dan te gaan wonen. En ik hoop dat binnen 10 en 20 jaar later het klimaat een beetje beter is. En ik zou vooral mijn boekje waar ik al die foto's in plak in mijn tijdscapsule steken. Ik ben Evi Luca en ik heb drie hobby's, namelijk tekenen, drum en karate. Ik wil later ook wetenschapper worden en ik wil ook dat ik later op Mars of op de maan woon, zodat iedereen kan bestuderen. En ik wil ook later voor de wereld dat er minder CO2 is, minder kernafval en een veel gezondere wereld. Ik ga waarschijnlijk een tijdcapsule maken en daarin steek ik een krant en een foto van de wereld. Waarom doe ik dat? Omdat zodat de mensen die de later mijn tijdscapsule vinden, dat die dan kunnen zien hoe de wereld vroeger was, bijvoorbeeld minder water. En een krant.
iemand hoe dat het die dag was. Ik wil ook dat de mensen het graag interessant vinden. En daarmee ga ik het nu afsluiten. Doei! Hallo, mijn naam is Jasper. Ik ga het vandaag hebben over mijn tijdcapsule. Ik leef nu in 2019 en ik hoop dat deze wordt gevonden rond 2100. Misschien. Mijn hobby's zijn voetbal, gitaar en ga ook nog vaak naar de Giro. En ik wandel met mijn hond. Als ik een tijdcapsule zou maken, zou ik er zeker muntjes, dus de euro nu, een krant of een krantenartikel van de HLN, het laatste nieuws of het nieuwsblad insteken. En ik zou er iets van elektronica insteken, want misschien is dat later helemaal anders. En dan weten ze wat wij nu in 2019 hebben van elektronica. Ik denk ook dat, dat binnen 20 à 10 jaar misschien al benzine op is en andere fossiele brandstoffen. Dus dan zullen we moeten rijden op elektrische auto's of op aardgas als dat dan mogelijk is. Dit was mijn tijdcapsule filmpje. Bedankt voor het kijken. Dag! Hallo, ik ben Emily. Ik ga vandaag wat meer vertellen over mezelf en de tijdcapsule. Ik ben Emily en ik ben 11 jaar. Ik doe paardrijden en turnen. Ik zit nu op deze school nog, de Zonnevier. Ik hou heel veel van mijn vrienden, Sharon, Fleur, Lena en Jinte bijvoorbeeld. Maar nu ga ik wat meer vertellen over de tijdcapsule. Moest ik een tijdcapsule maken, zou ik er een boekje in steken, omdat ik zou weten wat ik vroeger allemaal heb gehad als lessen bijvoorbeeld. En ik zou er ook een blaadje in zetten met allemaal geheimpjes of zo. En een krant en allemaal fotootjes van vroeger en van op kamp. Hallo, ik ben Rune en mijn hobby's zijn dwarsfluiten, notenleer en dieren verzorgen. Later zou ik heel graag dierenverzorger worden en in een boomhut wonen. En ik hoop over 10, 20 jaar dat de wereld veel vredevoller zou zijn dan nu, dat de natuur veel meer beschermd wordt. En wat ik in mijn tijdcapsule zou steken, is deze berenknuffel. Want ik hou echt van dieren en hopelijk zijn ze dan nog niet uitgestorven. En dit was ik. Hallo, ik ben Tieve en het is nu 2019. En ik woon heel dicht bij mijn school. Mijn hobby's zijn gitaar en veel met mijn hond gaan wandelen en verzorgen, want ik zie ze heel graag. In mijn tijdcapsule zou ik graag de krant van, of een artikel van HLN steken, het laatste nieuws. En muntjes van de euro nu en een afbeelding van mijn hond. Binnen 10 of 20 jaar denk ik dat de wereld er zal uitzien zonder benzine. En maar alles op elektrisch. En andere fossiele brandstoffen zullen ook weg zijn. Salut! Hallo, ik ben Sam. Ik ben 12 jaar oud. Ik zit op gemeenteschool De Zonnevlier. Mijn hobby's zijn box, breakdance en YouTube. Ik heb daar mijn eigen kanaal, Zentos. Ik heb ook huisdieren natuurlijk. 2 honden, 2 hamsters en een kat. Mijn 2 honden zijn Simba en Jerome. Mijn 2 hamsters zijn Sonic en Mikey. En mijn kat Chippy. Die is 17, die is al ouder dan mij. Dat is echt raar. Ik voorspel voor de toekomst dat er vliegende auto's komen, drones die pakjes bezorgen, robots die alles voor je doen. Ik hoop ook dat het klimaat gaat veranderen, want nu is het klimaat echt slecht. We hebben bijna de zomer, mogen we niet meer sproeien op de landen omdat er zo weinig water is. En ik steek mijn PlayStation 2 in mijn tijdcapsule. Ik heb thuis ook een PlayStation 4, maar ik vind dat die PlayStation 2, die is ouder, dus daarom wil ik er hem ook insteken. En die PlayStation 4, dat gaat waarschijnlijk binnen 20 jaar nog mensen hebben, maar die PlayStation 2 niet. Dus vandaar steek ik er mijn PlayStation 2 in. Hallo, ik ben Tijl. Mijn hobby's zijn basket en ik speel ook graag spelletjes op mijn Nintendo Switch en op mijn iPhone. Later zou ik graag iets met Steam doen, maar wat precies, dat weet ik nog niet. Ik hoop dat de wereld over 10, 20 jaar, dat er meer vrede zal zijn, want tegen dan zal het Donald Trump geen president, hopelijk toch, van Amerika zijn. Ik zou, als ik iets in een tijdcapsule zou steken, zijn deze twee bandjes, omdat hier staan mijn twee lievelingsachtbanen op. Dit is het zwarte bandje, is de Phoenix van het Toverland. En het groene is de Baron vanuit de Efteling. Dit
Dit was ik.